landschappen. Hebben we dat van terrein ook? Ongeveer 200 jaar geleden hebben we veel gebieden afgebroken, de bovenste laag aarde eraf gehaald en bijvoorbeeld veen gewonnen of hout geoogst. Door dat menselijke ingrijpen zijn dat soort gebieden alle aanvullingsstoffen. Verschaalde grond heet dat. Eerst groeiden er in deze verschaalde gebieden de planten die goed groeiden op die voedselarme grond. Door de natuurlijke kringloop, het vergaan van plantenresten en de voeding uit de regen, krijgt de grond in dit soort gebieden langzaam weer meer voedingsstoffen. Thank you.